Hallo allemaal. Goedemorgen. Mijn naam is Vidioot. Ik moet heel even een slokje koffie hebben. Komt ie aan. Oh, lekker. Mijn naam is Vidioot. Het is donderdagochtend. 19 maart. En dit is dag 4 van de zombie apocalypse. Dit zijn hele speciale uitzendingen. Ik doe dit vanuit mijn bunker in Amsterdam in lockdown. Ik ben Vidioot en ik ben een diehard fan, een echte fanboy. Van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Deze mevrouw was al geschiedenis aan het schrijven als de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. Ze gaat nu ook de geschiedenis in als de eerste burgemeester die een zombie-apocalypse meemaakt. We wandelen een beetje door het belangrijkste nieuws heen. Ik heb het opgesplitst in nu.nl en het Parool. Dat zijn de twee outlets die ik het meeste lees. En het is weer allemaal slecht. Het is om depressiever te worden. Rutte verduidelijkt. Groepsimmuniteit is niet het doel. Dat is ook mooi, Mark, dat dat niet het doel is. Want als je groepsimmuniteit wil opbouwen, lieve mensen, dan moet 60%, 70% van de Nederlandse bevolking die doodenge ziekte krijgen. En een x-aantal mensen gaat dan aan dood. Dan heb je straks 100.000 mensen dood. Dus ik ben heel blij om te lezen dat dat niet het doel is. Een paar dagen geleden gaf hij een toespraak. He addressed the nation. En toen klonk het heel erg alsof groepsimmuniteit wel het doel was. Maar dat is een beetje normaal. Coffeeshops dicht, volgende dag zijn ze open. Scholen dicht, maar die mogen open voor eindexamens. Scholen blijven open, nou doen ze toch maar dicht. Mismanagement en miscommunicatie. Dan gisteren. Minister Bruins werd onwel tijdens het debat over de aanpak van het coronavirus. Ik verzin het niet. Hij stortte in. Hij zakte in elkaar. Hij heeft geen corona. Hij was gewoon heel moe. En daarna is hij naar huis gegaan. Om uit te rusten. Ik vind ook dat hij er slecht uitziet. Vind je niet? Klein, mager mannetje. Eet je, kind, eet je wel goed. Wat staat hier verder in? Een dreigend tekort aan mondkapjes. Ik heb gisteren met mondkapjes zowaar per post weten te krijgen. Wegwerp en herbruikbaar. En daar gaan we heel zuinig mee doen. Heel, heel zuinig gaan we daarmee doen. En hopen dat die een tijdje meegaan. Want ik heb er heel veel meer nodig. En je kan ze nu nergens meer kopen. Alle mondkapjes die er zijn, die zijn nu voor medisch personeel. Maar goed, hey, minister Bruins, we hopen dat jij je snel weer kip lekker voelt. Kruip een tijdje onder de dekens, lekker even uithuilen. En dan aan het werk. De baas van de RIVM zegt ook, groepsimmuniteit is geen doel op zich. Oké, dan. Aantal bevestigde besmettingen boven de 2000 en het dodental naar 58. Weet u nog? Drie dagen geleden zaten we aan 1000 of zo. En er worden er maar meer en meer en meer. En 58 doden, dat is helemaal niet het best. Dat is echt heel, heel, heel erg zorgelijk. Gaan naar het volgende bericht. 80.000 mondkapjes uit China zijn aangekomen op Schiphol. Dat is helemaal niks. Dan ga je dwars doorheen. Je hebt echt een paar miljoen nodig. Maar goed, het landelijk netwerk acute zorg is er heel blij mee. Ik moet je voorstellen, wij zijn een eerste wereldland. Maar wij zijn voor onze mondkapjes en voor onze antibiotica en een heleboel andere dingen gewoon volledig afhankelijk van China. Dat noem je outsourcing.
Als je al die dingen in Nederland maakt, is hartstikke duur. Dat kun je beter laten doen in China, want daar werken mensen voor een verse appel per dag. Dat noem je kapitalisme, dat noem je globalisering. En dus we hebben geen mondkapjes. Volgend bericht. Gedetineerden gaan mondkapjes maken. Dat is een goed idee. Het staat er echt. Vanaf vandaag gaan Nederlandse gedetineerden, dat zijn gevangenen, mondkapjes maken. Het gaat om 100 gevangenen verspreid over 5 gevangenissen. De mondkapjes worden van katoen gemaakt en ze zijn niet bedoeld voor gebruik in bijvoorbeeld ziekenhuizen. Wel kunnen ze in andere sectoren en op straat worden gedragen. Het gaat om gedetineerden in gevangenissen in Sittard, Dordrecht, Ter Apel, Nieuwersluis en Nieuwegein. De verwachting is dat de gedetineerden ongeveer 50.000 mondkapjes per week kunnen maken. Dan moet er veel meer worden. Veel meer. Maar goed, die mondkapjes, dat hebben we nu door. Dat is een probleem. Ik ben gewoon aan het hoesten. Ik heb geen corona. Dit is hoe ik me 's morgens voel. Waardeloos. Dit is ook een goed idee. Het heeft een beetje iets van de Chain Gang. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Petje af voor die gedetineerden. Moeten we klappen voor ze? En ik wil er meer dan 50.000 per week. Dan, de ziekenhuizen starten een proef met het TBC-vaccin. Het biedt een beter, denken ze. Ze denken dat dat een betere bescherming biedt. Een soort boost voor je systeem. Waardoor je, als je, mocht je coronavirus krijgen, alleen hele milde verschijnselen krijgt. Weet je, een beetje niezen, een beetje hoesten. En hoppatee, terug aan het werk. Overigens is het verhaal dat je nadat je corona hebt gehad, dat je dan immuun bent. Dat verhaal blijkt niet zo te kloppen. In Japan zijn er mensen die hebben het 2 keer gehad. Dus dat is helemaal superleuk. Ik denk echt dat isolatie de beste oplossing is. Maar goed. Volgende. Sociale onthouding voor de koning en zijn gezin. Want die waren heel sociaal. Die waren voortdurend aan bowlingbanen aan het gaan en pretparken. Naar de Febo en met die kinderen naar de bios. Daar heb je ze weer. De Oranjes komen nog even een broodje bal halen. Maar goed, dat doen ze nu niet meer. Dus die gaan in zelfisolatie. Maar slechts tot 21 maart. Daarna struinen ze weer de markten af. En de macro. Volgende. Eindtoetsen van leerlingen in groep afgelast door coronavirus. Dit wordt echt stressen. Hier gaan ouders helemaal van flippen. Want die arme kinderen die hebben al zo'n waardeloos jaar gehad. Met uitval, met een 4-daagse lesweek, met burgerschapstraining, met geweld op school, met uitval van leerkrachten en nu dit weer. Die ouders die worden helemaal gillend en schuimbekkend gek. Ik las trouwens ergens dat de meeste scholen, middelbare scholen, het thuiswerken al geregeld hebben. Niet de school van onze dochter. Die helaas niet. Ons kind vindt het niet erg. Die is nog steeds een gat in de lucht aan het springen dat ze niet naar school hoeft. En die vindt het wel prima zo. Die zit lekker binnen te Netflixen en de vriendinnen te appen. En al haar vriendinnen mogen nergens meer heen. Die hebben net zulke strenge ouders als onze dochter heeft. Het enige wat ze mag is de hond uitlaten. En dan moet ze rubber handschoentjes aan en een mondkapje op. Toetsen. Ons kind krijgt helemaal geen toetsen meer. Dit is gewoon een verloren schooljaar. Die zit straks van de zomer. Tijdens de zomervakantie de tweede klas te doen. Hè? Want die school die krijgt het niet voor elkaar. En ze waren 100 keer gewaarschuwd door 100 ouders. Jongens, het gaat mis met het virus. De scholen gaan dicht. We hebben digitale materialen nodig. En toen ging de school dicht. En toen kregen we allemaal een mail.
En daar stond in, we zijn bezig. We zijn bezig met digitale materialen. Nou, dat spelt, dat spelt confidence right there. Het is niet allemaal slecht nieuws. Gisteren op dag 4 van de zombie apocalypse was ook goed nieuws, namelijk tada! Geen Friends reunie vanwege het coronavirus. Dat is fantastisch goed nieuws. Dat is fantastisch goed nieuws. We gaan dit allemaal deleten. Daar zijn we doorheen. Dat was het nieuws van nu.nl. Het was bijna allemaal slecht. Waar gaan we naar het Parool? Komt ie aan. Gaandeweg kwam het inzicht. Ook met milde klachten kun je anderen besmetten. Dat is raar, dat wist ik namelijk al. Want ik lees het website van de World Health Organization, de WHO. En ik lees het website van Johns Hopkins University. En daar stond dat gewoon op. Dus dat inzicht kwam niet gaandeweg. Dat was vrij algemeen bekend. Goed. Job van Kempen. COVID-19 bedreigt de publieke gezondheid in de hele wereld. De razendsnelle opmars van het coronavirus komt doordat ook mensen met milde klachten anderen kunnen besmetten. Dat inzicht is pas gaandeweg gekomen. Job van Kempen die mag het website van Johns Hopkins University en het WHO-website mag je niet lezen. Oh, weet je, dit noem je Hasbara, noem je dit. Hasbara, kijk, uitleg, Hasbara. Zoek dat, willen jullie weten wat dat is? Hasbara? Hasbara. Hasbara is a form of propaganda aimed at an international audience, primarily but not exclusively in Western countries. It is meant to influence the conversation in a way that positively portrays Israeli political moves and policies, including actions undertaken by Israel in the past. Hasbara, het betekent letterlijk uitleg. Het Parool doet dat ook, kijk, hier, uitleg. Hasbara, propaganda, hoppatee. Hier, poken het met burgers? Een land kan niet eindeloos op slot. Ja, ik accepteer cookies. Dit is analyse, is dit. Dit is analyse, gaat iemand ons uitleggen. Dit is van Bas Soetenhorst. Pokeren met je eigen burgers. Een experiment op basis van aannames. De Nederlandse keuze om met z'n allen groepsimmuniteit te kweken tegen corona stuit in het buitenland op forse kritiek. Maar het alternatief kent ook grote bezwaren. Daar komen we zo op. De WHO namelijk, de World Health Organization, die vindt het een heel dom idee, die groepsimmuniteit. Die zeiden meteen, jongens, dat moet je niet doen, dat wordt niks. En gisteren was er iemand, die had wat wiskunde erop losgelaten. Die zei, nou ja, als we groepsimmuniteit gaan kweken, dan moet 60-70% van Nederland corona krijgen. En ervan genezen, dan gaan er tussen de 90.000 en 200.000 mensen dood. Dan wordt het daarna een beetje giswerk, want ergens onderweg stort ons hele zorgstelsel in. Maar goed, pokeren met je eigen burgers, moet je niet doen. Wat te doen als je in quarantaine zit? Een overzicht? Netflix. Was je met een vriend of vriendin, of misschien wel je geliefde, net samen die ene serie aan het kijken, en dat is nu niet meer mogelijk, dan is er een oplossing. Via www.netflixparty.com kan je nog steeds samen van een serie of film genieten. Je kan tegelijkertijd kijken en ondertussen chatten. Even naar het toilet of een zak chips pakken. Als jij de film pauzeert, gebeurt dat bij de ander ook. Zo kan hij of zij dus nooit stiekem verder kijken. Misschien wel beter dan in het echt. Oké, bijna dan. Gaaf, hè? Och, 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 och. Cineville. Bioscopen zijn dicht, maar Cineville werkt aan een alternatief om toch van films te kunnen genieten. Op de computer moet het mogelijk worden om met je pasnummer thuis films te kijken.
Houd de Facebook- en Instagram-pagina van Cineviel in de gaten om op de hoogte gehouden te worden wanneer de actie van start gaat. En dan film 1, daar kun je ook allemaal dingen doen. Je kan bijvoorbeeld gitaar leren spelen. Leuk, hè? Ja, leuk. Sport. Sport, ja, wat moet je nou doen? Train wel door, maar doe wat rustiger aan. Touwtje te springen of burpees, dat kun je doen. Goed, hè? Beluister de mooiste live albums. Dat is een idee. James Brown, live at Apollo. Koken. Alles is te krijgen behalve toiletpapier. Ik heb gisteren een hele pallet, eergisteren een hele pallet gekregen. Feel good televisie. Ja, het is echt gek wat je allemaal kunt doen. Kijk, boeken lezen kun je ook doen. Handige tips van het bureau. Het is een lifestyle probleem. Geen corona. Dit is fantastisch. Poetin loopt juist hopeloos achter de feiten aan. Hey, Dirk. En wij dan? Wij lopen achter de feiten aan. En je zal zien dat in Rusland sneller is opgelost en onder controle is dan hier. Want in Rusland gaat gewoon alles op slot en komen er allemaal mensen in uniform de straat op. Mooi, hè? Poetin-besje. Niemand is daar meer in geïnteresseerd. Het is een Rutte-besje. Dat is wat je moet doen. En die gek van de RIVM. Dan krijgen we deze. Deze is ook te gek. Dit is van Tarim Ramjan. Dit is ook het parool. Zo ziet onderwijs in het coronatijdperk eruit. Kijk, zie je hier een kind op een computer. Hier, de Amsterdamse scholen mogen gesloten zijn. Online gaat het onderwijs gewoon door. Behalve dan voor onze dochter, de school. Rekenoefeningen op de tablet met je meester. In een klein vierkantje rechtsonder in beeld. Of je gymdocent die oefeningen met je doet via Skype. Welkom in het onderwijs. In het coronatijdperk. Puur propaganda. Is nog mijn hasbra. Ik spreek ook andere mensen wel eens. Zo bij de supermarkt. En die kinderen die zitten ook geen ruk te doen. Alleen maar te Netflixen. Maar goed. Veel hier. Komt hij aan. Eigenlijk had hij er 2 dagen voor uitgetrokken. Maar na een dag stond het al overeind. Wilfred Vlakveld, rector van het Hervormd Lyceum Zuid. Veel infrastructuur lag al klaar. We moesten het alleen nog gebruiken. Ik heb geen idee welke infrastructuur die het over heeft. Maar goed, zij hebben videoconferentieapplicaties. Dit is een zegen voor het onderwijs. Dit zijn al die mensen die geen digitaal onderwijs willen. Maar die willen het nu ineens allemaal wel. Kinderen en ouders waren er al jaren om aan het schreeuwen. Want de helft van het onderwijs kunnen ze gewoon thuis doen. Veel sneller, veel efficiënter, veel goedkoper. Veel minder reistijd en noem allemaal maar op. Maar dat mocht niet. Ze moeten naar dat gebouw. En daar zijn we nu een beetje van afgestapt. Ik hoop dat ons kind dit ook mag doen. Met name gym. Gymoefeningen lijken me heel belangrijk. Dan krijgen we de kritiek van de WHO. Nederland vaart niet blind op groepsimmuniteit. En de letterlijke tekst is: testen is het cruciale middel om het virus onder controle te houden, zei Hans Kluge, Europees directeur van de WHO, dinsdag op een persconferentie. Zijn baas, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zou eerder dat hij een simpele boodschap aan alle landen heeft. Test, test, test. Nou, dat doen we in Nederland niet, want daar hebben we de capaciteit niet voor. Dat is. In Nederland gaat het juist de andere kant uit, lijkt het. Patiënten die thuis uit kunnen zieken worden niet meer getest. En ook familie van besmette patiënten wordt al een tijdje niet meer standaard gecontroleerd. Hetzelfde geldt voor het personeel van een aantal ziekenhuizen. Dat is niet de juiste strategie. Dat vind ik ook. Ik vind die groepsimmuniteit vind ik helemaal niks. Hier staat het, onverstandig. Het Nederlandse beleid om langzaam groepsimmuniteit op te bouwen door het coronavirus zich als het ware langzaam te laten verspreiden is volgens de WHO de gezondheidspoot van de Verenigde Naties. Onverstandig.
Oh god, er is volgens de experts van de organisatie nog geen bewijs dat die groepsimmuniteit bij dit virus ontstaat. We weten niet eens of het bestaat, het is altijd leuk. Daarom is het wat ons betreft niet het goede moment om daar nu op in te zetten. We moeten daar eerst meer over weten. Het is een nieuw virus. Het bevindt zich pas 12 weken in het menselijk ras. Nu moeten we ons focussen op die hele basale voorzorgsmaatregelen. Met andere woorden, isolatie, contact vermijden. En zodra je het hebt, rennen naar een dokter die dan geen tijd voor je hebt. Dat is iets, hè? Dan krijgen we de baas van de RIVM, die is ook een beetje aan het terugkrabbelen. Kijk, hij is verkouden, Jaap van Dissel. Rutte noemde hem expliciet in zijn historische speech, toen hij het had over groepsimmuniteit. En nu zeggen we, dat is geen doel op zich. Nee, het is ook een stupide idee, is het. Maar goed. Het is geen doel van het huidige kabinetsbeleid dat er zoveel mogelijk Nederlanders immuun worden voor het coronavirus. Groepsimmuniteit helpt wel mee bij de bestrijding van het coronavirus. We weten niet eens of het bestaat. Dat is hartstikke goed. Er zullen nu eenmaal veel mensen geïnfecteerd raken. Dat geldt zelfs voor landen die op slot zitten. Een overgrote meerderheid creëert immuniteit na het doorlopen van de ziekte. Zo ontstaat groepsimmuniteit. Die groep vormt als het ware een schild rondom onze kwetsbare burgers. En ingrijpende maatregelen kunnen dan wellicht in de toekomst ook wat worden teruggedraaid. Groepsimmuniteit, lieve mensen, dat is iets wat maanden en maanden en maanden gaat duren. Dus dat betekent dat we allemaal maanden binnen zitten. Dat is nu al vervelend, maar wacht maar tot het warme weer begint. Dan wordt het helemaal vervelend. Dan worden die kinderen gillend gek en jengelig, want ze hebben geen ruk te doen. Nou, lieve mensen, dat was het nieuws. Dag 4 van de zombie apocalypse. Het is niet best allemaal. Het is niet best. We hebben mondkapjes. En als het goed is, komt er vandaag een soort antigrieppakket met vitamines en neusdruppels en paracetamol. En laten we hopen dat die gevangenen opschieten met het maken van meer mondkapjes. Want daar zit ik echt om te springen. Toiletpapier heb ik opgelost. Maar mondkapjes, dat blijft een heikel punt. Daar zit ik echt om te springen. Burgemeester Halsema, kunt u niet iets gaan doen? Bellen met China. Het schijnt dat ze daar heel veel mondkapjes hebben. Fucking ramp is dit, man. Lieve mensen, wij blijven verslag doen vanuit onze bunker. Dit is de zombie apocalypse, day 4. Blijf binnen. Stay safe.